dus van Omroep West. We maken een rapportage over de verkiezingen. De vraag van u is, ben u al geweest? Ja, ja. Heeft u al gestemd? Stem je altijd op hetzelfde of ben je een zwevende stemmer? Nee, ik ben geen zwevende stemmer. Oké, maar maakt u ook gebruik van de stemwijzer of kieswijzer? Nee, ik flauwekul. En dat heeft u nodig, dus u bent... Nee, ik heb tegen mijn kinderen ook verteld toen ze de eerste keer gingen stemmen, heel lang geleden. Ja. Je moet niet kijken en luisteren wat politicus zegt, want dat is zinvol, zinloos. Je moet gewoon kijken hoe ze door het jaar heen. Ik heb belangrijke besluiten stemmen. Ja. En daar is dit spielerij allemaal. Hè. Ja, interesseert me ook helemaal niks. Kijk er ook niet naar. Nee. Dus stemt u dan altijd op dezelfde partij? Of wisselt dat ook wel eens? Ik heb heel lang niet gestemd. Oké. En waardoor kwam dat? Omdat Nederland werd geregeerd door het CDA en de VVD hè, vanaf 1977. Ja. Toen waren jij nog vloeibaar. Hè. Ja, dus er was eigenlijk weinig te stemmen. Die twee die bepaalden toch alles. En dan is een paar minuten toch weer veranderd? Dat hij toch die stemmen is laten horen? Ja, in 2006 werd Pim Fortuyn doodgeschoten. En dat was de eerste keer dat ik weer ging stemmen. Ja. Want toen kon ik stemmen op een dode politicus. Ik had er nooit zo'n goede gehad sinds 1977. Ja, ja. Ja dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. En, maar hij hoeft er mij niet doodgeschoten te worden. Hè? Nee. Ho-ho. Ja, ja. Maar het was wel een dode politicus. En dat was in mijn ogen de beste kwaliteit toen. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja. Maar stemt hij dan ook landelijk als regionaal hetzelfde? Of kan dat verwisselt wel eens. Ja. Hier in Bijs stem ik gewoon op in een politicus al 30 jaar, denk ik. Ja. Omdat die liegt niet. Nee. En wat vind je ervan dat er zo ontzettend veel partijen zich aanbieden? Geweldig. Ja? Ja. Okay. Kijk, het knikkeren, het CDA en de VVD hebben vanaf 1977 altijd met z'n tweeën geknikkerd. En als er een suffert was die mee wilde doen, dan deed die mee en die ging er natuurlijk aan. Die werden gehalveerd. Ja. Maar nou moesten ze al met 4 man knikkeren en ik hoop dat ze dan met 6 man moeten gaan knikkeren. Ja. Wordt het alleen maar lastiger, hè? Ja, dat is waar. Dus ik vind het geweldig. Ja, dat is wel meer partijen heb je wel meer. Ja, ja dat is ook zo. Ja. En dat we nou vanwege de corona, hoe ze het aanpak nu hebben gedaan, dat ook mensen van thuis uit kunnen stemmen, wat boven de 70, die kunnen het... opsturen. Ja, meer smaken, hoe bitter. Ja. En nou die 3 dagen, zou je zeggen van nou dat wil ik altijd wel erin houden of vindt u dat niet zo belangrijk? Dat maakt er niks uit. Dat maakt u niet zoveel uit. Ik ben nou gewoon gestemd omdat het kon. Ja, dat is waar. Ja. Okay. Nou. En de zon schijnt. Ja, dat is inderdaad lekker. Lekker fris, maar wel lekker zonnetje erbij. Ja. Nou, dankjewel voor je stem. Graag gedaan. Dankjewel. Fijne dag nog, hè.